Goedenavond en welkom in de Bali. Mijn naam is Veronica Baas, ik ben hier programmamaker. Zelfs mensen die niets met poëzie hebben, die grijpen in de donkerste uren van hun leven soms naar een dichtbundel. En degene die dat niet doen, die zou ik dat soms toewensen. Want een gedicht kan soms net beter uitdrukken dan jezelf. Hoe je je voelt of hoe de wereld ervoor staat, zeker in tijden als deze waarin de wereld nogal tegenvalt. Twee mensen die in ieder geval in moeilijke tijden naar gedichten grijpen zijn Ellen Dekwits en Adriaan van Dis. En ik hoef ze niet aan u voor te stellen, want anders zat u hier niet. Maar toch voor de volledigheid. Adriaan van Dis is veelzijdig geëngageerd schrijver van een enorm oeuvre. Romans als Indische Duinen, De Wandelaar en Tikop. Hij won voor ook zijn gehele oeuvre dus de Christian Huygensprijs. De Libris Literatuurprijs kwam hem toe. Zijn laatste roman is Naar Zachtheid en een warm omhelzen. Eerder dit jaar publiceerde hij het pamflet De Kolonie slaat terug. En bovendien heeft hij ongekend veel ervaring in praten over literatuur. Dus dat komt wel goed vanavond. En Ellen Dekwits is dichteres, schrijver, theatermaker, columniste, podcastmaker. Zijn verschillende dichtbundels van haar verschenen, prijswinnaand ook. En ze heeft ook veel boeken geschreven over hoe je gedichten moet lezen. En daar praat ze ook graag over in onder meer die podcasts, maar ook op verschillende middelbare scholen. Sinds begin van dit jaar is ze stadsdichter van Amsterdam. Heel hartelijk welkom. Kom alsjeblieft naar voren. Mag ik een hartelijk applaus? Ellen, we gaan het hebben over troost en hoop. En jullie zijn ook bevriend. En ik kan me voorstellen dat ook troost en hoop biedt. Zijn jullie al lang bevriend? Wat een leuke vraag. Ja, Adriaan, wij kennen elkaar, ik denk, sinds de wintertijd. Nou, sinds... Ik heb je een keer gezien op een school. Ergens in de provincie. En ik raakte enorm onder de indruk hoe zij met jonge mensen poëzie behandelt. En vooral onbegrijpelijke gedichten begrijpelijk maakt. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Zo is het begonnen. En sindsdien heeft hij bijles bij mij. Ja, en hebben we hele leuke middagen samen. Nee, maar wij hebben elkaar ergens in 2008 een keer ontmoet op een festival waar we allebei optraden. Ik dacht van, oh, dit is gezellig, wij worden vrienden. Dat wist je niet, maar dat zijn we toen wel geworden. Ik steek graag wat op vanavond. Nou, wij allemaal. Ik zei het net al, sinds 31 januari ben jij stadsdichter van Amsterdam. En toen hadden we hier ook in de Bali de inauguratie. En daar zou Adriaan van Dis eigenlijk ook bij aanwezig zijn. Dat kon toen helaas niet. En dat vond ik zo jammer dat ik jullie gevraagd heb, kunnen jullie dat niet nog eens over komen doen? Nou, en jullie hebben meer dan geleverd. Ik heb het programma gezien. Deze twee mensen gaan jullie door een reis van verschillende soorten poëzie nemen vanavond. En ze gaan zelf ook helemaal vertellen waarom welke poëzie. Dus, ja, onder leiding van Ellen. Ja. Onder leiding van Ellen. Nou, ik merk het al. Ik ga weer heel gauw uit de voeten halen. Een hartelijk applaus. Ja. Ja, en dankjewel Veronica, ook voor het eeuwige geduld met ons allebei. Dat zult u zo meteen merken. We hebben gewoon echt een hele berg gedichten uitgekozen. En die bleven we maar doorsturen, PowerPoint-veranderingen. Dus je bent zo stressbestendig. Jij zou eigenlijk onze nieuwe premier moeten worden wanneer Mark naar de NAVO gaat. Allereerst, jongens, ja, welkom. En het ja, geweldig dat iedereen hier is. Dus dank, dank, dank. Ik wil eigenlijk beginnen met iets persoonlijks, Adriaan. Ja. Kijk, want Veronica vertelde net al, Adriaan zou inderdaad bij mijn inauguratie hier zijn, eind januari. Maar ja, griep velde jou keihard. En je had in der tijd, had je in de week voorafgaand aan die inauguratie, toen je nog geen griep had, had je al een gedicht aan Veronica doorgestuurd. Een gedicht dat je tijdens die inauguratie wilde behandelen. Ja. En daar had je een mooi verhaal bij. Ik wou met dat gedicht ook openen. Kan je daar iets over vertellen? Want dat gedicht geeft jou troost. Ja, nou, dat is een gedicht dat ik las voor mijn vriendin die heel erg ziek was. Zij is overleden. Ze wou niet weten dat zij zou sterven, maar ze wist het wel. En dat konden we gek genoeg wel bespreken met gedichten. En er was één gedicht van Hendrik Marsman. Dat las ik voor en dat raakte ons. En dat heb ik
ja, hoe raar het ook klinkt, misschien wel 3-4 keer in de week voorgelezen. En hoewel het een gedicht is dat... het gaat over een mes. Aan duidelijkheid niks te wensen overlaat, gaf het ons kennelijk troost. Omdat het ongezegde werd gezegd door Hendrik Marsman. Zal ik het voorlezen? Ja, heel graag. En voor degenen die hardhorend zijn... We hebben een leuke combinatie. Wij lezen eerst de gedichten voor. En daarna wordt het gedicht ook nog eens geprojecteerd. Dus als u tijdens het voordragen denkt van... oh, ik heb die ene regel niet meegekregen, geen probleem. Maar we vinden het leuker om het gewoon eerst voor te dragen en dan te tonen. Omdat je anders zo'n praatje bij een plaatje krijgt. En dat doen we niet meer sinds de basisschool, toch? Nee? Hendrik Marsman. Lex Barbarorum. Geef mij een mes. Ik wil deze zwarte, zieke plek uit mijn lichaam wegsnijden. Ik heb mij langzaam recht overeind gezet. Ik heb gehoord dat ik heb gezegd in een huiverend, donker beven. Ik erken maar één wet, leven. Allen die wegkwijnen aan een verdriet, verraden het. En dat wil ik niet. Mm. En als ik dit op een school lees... komen er na afloop altijd 4, 5 kinderen vragen of ze de tekst mogen hebben. Want ze hebben een moeder met borstkanker. Ze hebben een tante met een ziekte. Dus dat is iets waar je ook met jonge mensen over kan praten. Dan loop ik meteen weg van de kern, maar dat doe ik niet voor niets. En het bood jullie in die zin ook troost? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, zoals net al gezegd werd... als het soms lastig is om over dingen te praten... dan kan een gedichtje helpen met het vinden van de woorden die je zelf wel hebt. Maar je bent bang dat je te veel woorden uit. En die dichter, hoop je maar, heeft het wat helderder gesteld. En ik vind ook zo mooi dat ik probeer heel veel dingen te begrijpen... die ik zelf niet snap. Maar de dichter, man, vrouw, helpt mij dingen te begrijpen. Zelfs als het om twijfel gaat. Ook als het om een gedicht gaat dat ik niet begrijp... dat klinkt dan als een tegenstelling, vind ik het heel mooi om lang te malen over het onbegrip dat mij aangeboden wordt in een begrip. Dus dan ben ik met iets bezig. En ik ben de hele dag bezig, zeker in dit tijdsgevricht, dingen te verstaan. Omdat ik het lastig vind. Maar ik vind troost in de poging dingen te verstaan. Als in het Duits te verstehen, te begrijpen, ja, dus. Oké. En... je zei net tussen neus en lippen door toch iets heel fascinerends. Jullie lazen elkaar tijdens haar ziekbed gedichten voor. Ja, ja. Dus zij ook voor jou? Nee. Jij vooral voor haar? Ja. Oké, dus het was één richting verkeer? Ja, ja. Ben ik heel goed het was monopoëtisch. Ja. En welke dichters kwamen nog meer aan bod? Oh, van alles en nog wat. Veel Bloem. Veel zware gedichten waar je vrolijk van wordt. Dus Bloem, denkend aan de dood, kan ik niet slapen. Ja, ja, ja. En altijd november en allemaal... Het lege hart en zo, ja. Precies. Nee, dus ik hou van... dat zal ook wel blijken uit mijn keuze van... gedichten waar veel narigheid in wordt behandeld. Ten eerste omdat het leven dan altijd wel enigszins meevalt. Heb ik ook. En ook omdat ik door die zwaarmoedigheid... opgetild wordt. Ik kan me daar veel beter in vinden dan in de ontkenning. Mm, mm. We hadden van tevoren een beetje ook een gesprek... want jij, je gaat de boel toch wel voorbereiden. Ja. En ik denk dat heeft ook met onze band wel meegespeeld. Ja. We komen allebei uit families waar of niet werd gesproken... over de erge dingen des levens. Onze families hebben allebei oorlogen meegemaakt. Het was een taboe überhaupt om iets aan te kaarten thuis. Dat is voor mij een van de redenen dat ik zo van poëzie ben gaan houden. Omdat er soms wel een ruimte is voor ellende, voor kwaadaardigheid, voor slechtheid. Dingen waar mijn eigen ouders en mijn grootmoeder met alle liefde ter wereld nooit over wilden spreken met mij. En we hadden het van tevoren hier met z'n tweeën ook over, ja, wat is troost? Voor jou is het dus begrip of helderheid van taal, waardoor dingen tenminste niet onder stoelen of banken worden gestoken. Voor mij is het ook dat iets wel gezegd is. Dat het, om het maar met reven te zeggen, niet onopgemerkt is gebleven. Daar zit voor mij ook echt wel een enorme troost in. Ook omdat, kijk, als mens ben je voor mijn gevoel de hele dag een beetje aan het gokken. Hè? Je anticipeert op de dingen die je overkomen, wat de mensen om je heen willen of juist niet willen. En bij poëzie is er altijd sprake van een zo'n grote kans tot twijfel. En tegelijkertijd kan je tussen die regels heen dingen ontdekken... waarvan je soms dacht dat jij de enige was die ze dacht.
de enige dag die ze voelde, waardoor ze toch weer een soort legitimiteit krijgen. Herken je dit een beetje? Ja, maar ik vraag me af, als je een familie komt die niet echt makkelijk praat over wat er met hen gebeurd is, en misschien jokken ze wel, vind je dan een waarheid in die gedichten? Ja, ze zeggen wel eens dat poëzie de waarheid ligt. soms heb je bepaalde zinnen die gewoon je net even die zwiep, je gemoed weer een zwiep de andere kant op geven. Dat kan heel banaal zijn. Ik had het toen ik van Vassalis het gedicht Sotto Voce las. Daar heb je op een gegeven moment die mooie regel: niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. En ik las het in een periode dat ik echt last had van vriendschapsverdriet. En opeens begreep ik het, weet je. Ik dacht de hele tijd van, ja, ik moet me over dit... Ik had een breuk met een goede vriendin en ik moet me over die breuk heen zetten. Maar ik moest dus ook gaan dealen met haar absentie. En ik dacht juist dat de breuk aan zich gewoon al plaatsgevonden had. Dus ik helemaal niet meer moest piepen. En dat zijn allemaal van die hele kleine eye-openers, haast de inzichten, waardoor je weer even door kan gaan. Ik heb het zelfs voor de diehards. Jongens, vandaag is het nieuwe album van Taylor Swift uitgekomen. enige tijd geleden bleek dat zij verre familie is van de grote Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. En nou, die heeft dus ook een aantal regels. Ik weet, hou je van Dickinson? Ja, meer dan van... Ik weet, mevrouw Swift... Ja? Dat lees ik, ja. Maar dat is nog niet helemaal tot me doorgedrongen. Je bent nog geen Swiftie zoals Frans Timmermans? Nee, dat is misschien een reden waarom ik nog geen Swiftie ben. Hoe dan ook. Emily Dickinson heeft bijvoorbeeld regels zoals: het zou nog eenzamer zijn zonder de eenzaamheid. En dat is, daarin zit echt de kern, en dat gaat waarschijnlijk ook een van de kernen van vanavond zijn. Als iets al een woord is, dan gaat het bestaan. En dan is het niet meer iets ongerichts in je hoofd. En daar kan ik dus heel blij van worden. En ik kan ook heel blij van worden dat dingen niet per se meteen duidelijk hoeven te zijn. Weet je wel, dat is misschien een beetje in tegenspraak. Herken je dat een beetje? Nee, ik ben ontzettend tegen, als ik ook op school ben, dat een gedicht meteen begrepen moet worden. Het moet juist niet begrepen worden, want dan kan je er lekker lang over doen. Maar dan komt er soms een raar beeld en het blijft dan heel lang malen in je hoofd. Er komen straks gedichten in voor waar het melktandje een rol in speelt en de kogelhuls. En dan, ja, dan vind ik het heerlijk om een dag over melktandjes en kogelhulsen na te denken. Vooral omdat ik als kind heel veel met kogelhulsen speelde. Omdat je er zo heerlijk op kon fluiten. Dus ja, dat soort lichamelijkheid die je in een gedicht tegenkomt, dat maalt door. En poëzie is iets wat je leest en dat neem je mee in de dag. Ja, heb ik ook. En het hoeft geen oplossing te bieden. Nee, het kan als een liedje in je hoofd gewoon lekker je gezelschap houden. Dat vind ik er leuk aan. We hebben een enorme berg gedichten geselecteerd, jongens. En aanvankelijk dacht ik dat dit een avond over troost en hoop zou worden. En jij dacht dat het een avond over oorlog zou worden. Ja, dat had ik mezelf opgedragen. Ja. Dus we krijgen een combinatie. Ja. Maar ja, goed, in dit soort tijden, ik weet niet wie van u nog de moed heeft om een podcast als Boekenstein en de Wijk te luisteren. Maar dat kan ik alleen maar tegenwoordig als ik net een verse dosis oxazepam bij mijn huisarts heb gehaald. Want het zijn deprimerende tijden. Ik bedoel, we kunnen er grappen over maken. Het zijn onzekere tijden. Laten we daar ook in de poëzie onze ogen niet voor sluiten. Maar af en toe, die geruststelling, die veiligheidsbal geven we u ook mee. Af en toe kunt u ook nog een beetje lachen. Nou, toen dachten we naar Lex Barbarorum. Waarom gaan we niet meteen naar Cavafes toe? Ja. Het gedicht In afwachting van de barbaren. In een vertaling van Hans Warre en Mario Molengraaf. Laat ik het eerst maar lezen. En dan kunnen we er later vragen bij stellen. Waar wachten zij op, bijeengekomen op de Agora? Op de barbaren die vandaag komen. Waarom wordt in de Senaat niets gedaan? Zitten de senatoren daar zonder wetten te maken? Omdat de barbaren vandaag zullen komen. Waarom zouden de senatoren dan nog wet geven? Dat zullen de barbaren doen wanneer ze zijn gekomen. Waarom is onze keizer zo vroeg opgestaan en zit hij bij de grootste poort der stad op zijn troon, plechtig, de kroon op het hoofd? Omdat de barbaren vandaag zullen komen. De keizer wacht om hun aanvoerder te ontvangen. Houdt zelfs een oorkonde klaar die hij hem geven wil. Daarop schreef hij veel titels, erenamen voor hem neer. Waarom verschenen onze twee consuls vandaag en de pretatoren in hun rode geborduurde toga's? Waarom dragen ze armbanden met al die amethysten en ringen met prachtige fonkende smaragden? Waarom torsen ze vandaag kostbare staven met zilver en goud, fraai gesiceleerd?
omdat de barbaren vandaag zullen komen. En zulke dingen verblinden de barbaren. Waarom komen niet, als altijd, de waardige retoren om redenvoeringen te houden? Het hunne te zeggen. Omdat de barbaren vandaag zullen komen. Hen mishaagt woordomhaal, welsprekendheid. Waarom begint er nu opeens die onrust en die verwarring? Wat werden de gezichten ernstig? Waarom lopen snel straten en pleinen leeg en keert ieder terug naar huis verzonken in gedachten? Omdat de nacht viel en de barbaren niet kwamen. Enkele lieden net binnen uit de grensstreek zeiden dat er geen barbaren meer zijn. Wat moet er nu van ons worden zonder barbaren? Die mensen waren tenminste een oplossing. En die laatste zin is de raadselzin. Ja, want misschien even hem eventjes inbedden in de tijd. Ja. Cavafis, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. Volgens mij schreef hij dit ook na de Eerste Wereldoorlog. Toch een oorlog waarin mensen opeens heel erg lol hadden in andere bevolkingsgroepen doodmaken. Wat doe jij met dat einde? Wie zijn die barbaren? En waarom hebben ze die barbaren nodig? Nou ja, soms heb ik de indruk dat we, laat ik mezelf daar maar bij insluiten, verlangen naar een correctie, naar een tik op je vingers. Dat we even onze terrassen, havermelk, luxe en slordige omgang met vrijheid moe zijn. Dat we pas op de plaats willen maken. En misschien hebben sommige mensen dat heimelijk in stemhokjes ook laten blijken. Dat ze dachten, nou ja, wat begint er nog meer met een B? En dat ze dus een sterke stem willen horen. De mensen waren tenminste een oplossing. Dat is een akelige bijgedachte, maar ik las dit gedicht ook als iets van in het heden. Dat mensen dat vinden dat we te veel bezighouden met de luxe van onze vrijheid, met problemen die heel belangrijk zijn om erover te praten. Maar sommige mensen hebben liever een geteerde autowegen dan een genderneutrale wc. Dus met andere woorden, wij willen eigenlijk indirect, we willen graag gestraft worden. Of we willen weer wakker getikt worden uit onze dromen van luxe. Ja, zoiets. Ik ben er niet uit. Maar ik bespeur dat gevoel in de samenleving. Maar waar slaat dat op? Ritjes met een taxichauffeur. Grote oren in de tweede klas coupé, waar je mensen over dat soort dingen hoort praten. Je merkt wel dat de mensen wel verlangen naar een zekere herordening. Een herordening? Ja. En bedoel je daarmee ook een... Nou ja, dat is een onaangename oplossing. Of noem het onaangename duidelijkheid. Ik zeg niet dat ik die onaangename duidelijkheid wil. Maar ik betrap me er ook op dat ik ook zeg... Mensen, waar zijn we bezig? Get alive! Ik haalde uit dit gedicht ook een soort wij-zij-denken. Je zoekt een vijand. Want als je die vijand niet hebt... dan moet je gaan kijken naar tekortkomingen binnen de eigen gelederen. Ja, omdat de barbaren zullen komen, hen mishaagt woordomhaal welsprekendheid. Is dat de linkse hobby van mooi spreken en goede taal en kunst? Nou ja, als we kijken naar onze huidige Kamervoorzitter met zijn voorliefde voor poëzie, is het als je rechts bent een teken van verfijning wanneer je welsprekend bent. Over hem komen we nog te spreken bij een andere gedichtenkeuze. Ja. Laten we doorgaan, jongens. Overigens, dat heb ik nog niet eens verteld. Dit programma is deels interactief. Waarmee ik bedoel dat tegen het einde jullie vragen mogen stellen. Superleuk. Superleuk. Vragen, hè? Dus geen gesproken essay, is gewoon vragen. We gaan door naar de huidige tijd. Afgelopen jaar verscheen een bundel, een bloemlezing met daarin gedichten van Russische dichters die gedichten hebben geschreven naar aanleiding van de oorlog die Poetin momenteel voert in Oekraïne. Nou, je moet weten, als je in Rusland een dichter bent, dan heb je eigenlijk een groot probleem. Ja, vooral als je de gedichten overschrijft. Afgelopen september werd nog een dichter voor 7 jaar cel en werkkamp veroordeeld, omdat hij 1 gedicht had geschreven over waarin hij toch een soort van cynische twijfel uitte dat het misschien niet helemaal goed was voor de mensenrechten, die inval daar in Oekraïne.
Een van de andere goede gedichten die ik in die bloemlezing vond is van de Russische dichteres Nadja Delaland, geboren in 1977. En ik weet eigenlijk niet, dat kon die bloemlezing mij niet vertellen, hoe dit gedicht de grens over is gekomen. Ja, het kan natuurlijk via het interwebs, maar zeker bij dichters, sowieso bij intellectuelen, wordt er in Rusland heel erg gekeken naar wat ze allemaal uitspoken. Alles is klaarblijkelijk gehackt. Dus ja, misschien dat ooit de geschiedenis nog wel zou onthullen hoe dit gedicht is ontstaan. Ik ga het voordragen en het is een gedicht waar je volgens mij toch wel een aantal jaren gulag voor kan krijgen in Rusland. Dus nou ja, van een Russin over wat er momenteel in Oekraïne gebeurt. Nadja Delaland. Alle doden veranderen in kinderen. Ze zijn hulpeloos. We kunnen geen zak voor hen. Er is goddank. Er is geen goddank. Kleed hen. Keer hen. Vrolijk ze op. Zing liedjes. Wees duidelijk. Zeg dat ze niet op een dag zullen sterven. Draag ze de hele nacht rond. Plant ze daarna naast het huis. Blijf kijken of ze uitkomen. Als er uitlopers zijn, bespat ze dan zoals regen op taps toelopende neuzen. 'S Nachts zul je het kuilgraan plukken. Gloeiende zaden uit de aarde. Achtervolgen ze met regen en zwoeg dan de hele nacht. Pieker, draag zacht tot je baard. Daarna is het allemaal vermoeidheid. Verwissel luiers, troost onophoudelijk. Verpleeg met je adem, glij uit over een kruin. Ga naar buiten en graaf. Maar zou de politici dit soort gedichten lezen? De KGB'ers lezen ook poëzie? Nou ja, dat zeker. Dat zeker. Dat is ook nog een erfenis. Ja, sowieso de KGB is een erfenis uit de Sovjet-tijd. Maar van een groot dichter zoals Osip Mandelstam is bijvoorbeeld bekend. Hij heeft ooit een gedicht geschreven waarin hij Stalins bovenlipbeharing beschreven als een kakkerlakkensnor. En dat heeft hem dus een werkkamp gekost. En dat werkkamp kostte hem weer zijn gezondheid. Er was een dreiging tot verbannen worden. En toen ging hij, stortte hij al in. Toen hij op weg was naar de volgende plek van gevangenschap, geloof ik. Bij dictatoriale regimes zijn het altijd de intellectuelen en de dichters die als eerste een kopje kleiner worden gemaakt. Waarom is dat? Nou ja, dichters gebruiken satire. Kunnen dictators niet goed tegen. Ik weet niet waarom. Ze gebruiken ambiguïteit. Nou ja, straks is een zin ambigu en kan het de mensen die je wilt onderdrukken nog op rare revolutionaire ideeën brengen of zoiets. Die dichter, ik ben heel even zijn naam kwijt, maar dat kunnen we misschien nog wel op de site van de Bali in de afloop zetten. De dichter die dus in september is opgepakt, die is, er is een inval geweest met 17 man. Ze hebben hem eerst met z'n allen verkracht. En daarna hebben ze hem pas opgepakt, totaal zwaar mishandeld. Het is niet alleen dus meer gevangen nemen, het is ook intimideren, mensen mond doodmaken. Ik denk dat ze wel degelijk die dichters in de gaten houden en het lezen. En nogmaals, deze Nadja Delaland, bij mijn weten woont zij nog in Rusland, zit ze nog in Sint-Petersburg. Dus ik weet bij God niet hoe ze dit heeft gedaan. Maar het is in die zin hoopvol dat kijk, vlak na de inval in de Oekraïne werd opeens alles wat Russisch was in Europa gecanceld. Ik bedoel, op een gegeven moment zou er in Boekarest een uitvoering zijn van de opera van Yevgeny Onegin van Pushkin. Werd gecanceld omdat Pushkin een Rus was. Ja, dat hij 200 jaar geleden leefde, was geen probleem. Het geeft mij in die zin hoop dat ze nog steeds de moeite nemen om die woorden de grens over te smokkelen. En dat je dus ook ziet, de moedeloosheid ziet, want dat spreekt ook uit dit gedicht, een enorme moedeloosheid natuurlijk, die ook die bevolking treft. In Zuid-Afrika was het misschien precies andersom. Tijdens de apartheid is in 1961 een hele schrijversgeneratie min of meer met een exit visa het land uitgezet. Een tijdschrift Drum werd opgeheven. Proza, daar was de regering, de nationale partijregering, dus de witte regering die over het hele land dacht te kunnen regeren, tegen. Maar poëzie, dat vond men kennelijk te onbegrijpelijk. En de poëzie werd ook steeds onbegrijpelijker. Maar dat was een fluistering die het effect had van een megafoon. Iedereen kende wel een paar onbegrijpelijke gedichten. Dus dat vond ik juist zo mooi, dat het gedicht ook een drager kan zijn van veel verlangen en maatschappelijk ongenoegen.
maar onbegrijpelijke gedichten. En ik heb een paar tamelijk onbegrijpelijke gedichten uit de bundel Ilja Kaminski, Dove Republiek. Dat is een bundel die gaat over over Oekraïne, over een fictief dorp, Vazenka. Het is er in 2019 al uitgekomen, dus voor de inval, maar wel na de annexatie in de Krim. En het gaat over een jongetje dat doof wordt. Een doof jongetje dat wordt gedood. En na dat fatale schot is het hele dorp doof. Doof vooral voor de autoriteiten. En ik lees twee gedichten die ik niet begrijp. Okay. Maar die ik ook de hele tijd wil begrijpen. Dus wie weet dat het iets met u doet. Executiepeloton. Op balkons zonlicht. In populieren zonlicht. Op onze lippen. Vandaag is niemand aan het schieten. Een meisje knipt haar haar met een denkbeeldige schaar. De schaar in zonlicht. Haar haar in zonlicht. Een ander meisje jat een paar schoenen van een slapende soldaat. Doorstoken met licht. Wat zien de soldaten die ontwaken en gapen naar ons? Wij die naar hen gapen? Vannacht schoten ze in de Lernastraat 50 vrouwen dood. Ik ga zitten om je te schrijven en te vertellen wat ik weet. Een kind leert de wereld door hem in haar mond te stoppen. Een meisje wordt een vrouw. En een vrouw aarde. Lichaam, ze geven jou van alles de schuld. En ze zoeken in het lichaam wat niet in het lichaam leeft. Ja, ik zie daar dus inderdaad bij iemand, zoals die prachtige foto die niet uitgekozen is voor World Press foto, van iemand die zich buigt over een lichaam. Een lichaam dat niet meer leeft, maar waar we iets in zoeken. Dat... Je bedoelt die vrouw die haar dode nichtje in haar handen... Ja. En dan het tweede gedicht, achtervolgd door de mannen van Vazenka. Dat is dat fictieve dorp in de Oekraïne. We zien haar tussen ons zigzaggen op straat. Haar gezicht kapot, als een rits die vastzit in haar jas. Mijn lieve buren, roept ze. Mijn lieve buren, wonderbaarlijke idioten. Zo roept ze naar ons. Graaf een flink gat, leg mij neer met neusgaten omhoog en schep in mijn mond de eerbare zwarte aarde. Uit deze bundel Doven Republiek. Wat vertelt dit soort poëzie jou? Weet ik niet. Oké. Maar het vertelt wel op een of andere manier wat de dood is. Een lichaam dat iets vertelt wat we niet weten, waar we iets in zoeken wat het lichaam niet zegt. Dat je in je kuil wordt gelegd, schep in mijn mond de eerbare zwarte aarde. Ik vind het een prachtig beeld. Ik wil ook heel graag begraven worden, dus misschien las ik het daarom met zoveel plezier. Omdat je ook zin hebt om begraven te worden dus. Wat zeg je? Omdat je gewoon uitkijkt ook naar je dood. Nou, ik ben er wel mee bezig, ja. Maar hoe meer je over de dood denkt, hoe beter je leeft. Is dat zo? Dus ja, dat is een algemeen bekend recept. Dat is. Kan je een voorbeeld geven van wat nou, er is natuurlijk Dorothy Parker, the more you think of dying, the better you will live. Had ik dat geweten, dan had ik het helemaal kunnen voordragen. Want dan noemt ze allemaal op hoe je het kan doen met een gaskraan. Je 12-uurtje bereiden. Met het snoer van je stofzuiger. Maar eerst het stof onder je bed weghalen. En dan noemt ze allemaal hele praktische dingen waarop je dood kan gaan. Maar ook een ander praktisch ding wat je kan doen om nog niet dood te gaan. En dat lees ik met het grootst mogelijke plezier. Je hebt dus in december, of november, pardon, de dood. November, 17 november. 17 november de dood van heel dichtbij meegemaakt. Ja. Wat heb je van het leven? Waar haal je nu die vreugde uit dan? Je bent natuurlijk gewoon tot aan je kin in de rouw. Ik geloof erg in de helende kracht van discipline. Hard werken. En dat raad ik iedereen aan. En sommige mensen die gaan misschien duimen draaien, maar daar word ik heel treurig van. En waar werk je nu aan? Nou, ik mag morgen een paar honderd Molukkers toespreken. Dus ik heb een lezing voor Molukkers geschreven. En die ga ik vertellen dat ze allemaal enorm besodemieterd zijn. Maar dat ze toch hun hart moeten openen voor andere mensen die ook besodemieterd zijn. En dat vind ik dan bijzonder om te doen. Mm-hmm. En ik heb veel te... Dat is voor Pelita. Pelita is een organisatie die het opneemt voor mensen die beschadigd uit de oorlog zijn gekomen en uit de kampen zijn gekomen. En ik heb zelf aan die Pelita veel te danken, want ik ben in analyse geweest. Psychoanalyse? Psychoanalyse, ja. Zeven jaar op de bank naar het plafond gekeken. En er ook onder wel wat verteld.
En daar heb ik veel aan gehad. Dus dat ga ik delen met deze mensen. Ja, dat klinkt vreselijk soft, delen met deze mensen. Maar ik vind het leuk om mensen te verwarren en allerlei voorbeelden te geven van alleen al het feit dat er bijvoorbeeld 3% van de Molukkers woont in Nederland, maar er wonen 97% Molukkers in Indonesië. Hoe denken die erover? Mm. En daar heb ik allerlei vrolijk materiaal over verzameld om mensen te verwarren en om mezelf te verwarren. Ik ben erg uit op verwarring. Ik weet niet hoe dat dus, komt. Dus vandaar dat je van poëzie houdt? Ja. Oké. En verwarring troost mij. Oké. Mij ook. Misschien klets ik wel uit mijn nek, maar slaap er een nachtje over. Ja. Oké. Nou weet je, met die verwarring over poëzie. Kijk, poëzie wordt vaak verweten dat het vaag is en moeilijk om het moeilijk doen en zo. Maar ik moet altijd denken wat T.S. Eliot ooit zei, dat je een gedicht al goed kan vinden nog voor je het begrijpt. Dat een gedicht je al kan raken nog voordat je met argumenten uiteen kan zetten waar het dan precies die emotie die je teweeg brengt precies in zit. Dat vind ik het fijne eraan. En ik moest laatst denken, wij zaten allebei bij Jos van Hest afgelopen zondag. Jos van Hest organiseert al decennia het open podium in de OBA, waar allemaal dichters komen en spreken over hun werk. En soms leest iemand iets voor en dan zie je aan zijn hoofd dat het gewoon, ja, dat het kwartje niet valt. En dan zegt hij altijd, ik snap er niks van, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja. En dat vind ik dus ook zo leuk aan poëzie. Hè? Soms kunnen ook alleen al de klankreeksen iets met je doen. Neem het begin van Aan Lesbia van Lutjebert. Dat begint met de regels. De oude Meepse barg rust nimmer meer in drap. Ja, weet ik veel wat een barg. Ja, ik weet al inmiddels wel wat een barg is. Maar ik vond het gewoon zo magisch. Dat maakte me al vrolijk. Ja, nou, ik ben heel erg opgevoed met rijmpjes. Rijmpjes? We hebben bij ons aan tafel grapjes gemaakt in Pacho. Dat is een Indo-dialect. Het was er om zo te laten zien hoe slecht de bediendes Nederlands spraken. Maar het was voornamelijk een vehikel van verlangen en nostalgie. En dus wij zongen daar liedjes in. Zie gids, kom die kapal uit Spanje. Hij al, kapal is boot. En zie gids, dat was dan heel erg grappig. Maar de rijmpjes waren nog leuker. Zo, er was eens een man in Oslo die heel ver kon lopen. Dat ik, zo werkt het. Dat is poëzie. Je moet het heel raar afbreken. Dus dankzij een koloniaal product wat gewoon bol staat van racisme, heb je toch heel veel lol. Ja, het is een vermenging. Ja, vermenging is niet een vorm van racisme. Dat is de enige oplossing van het leven. En dus ik geloof ook in mengtalen. Daarom vind ik het Afrikaans zo interessant, het Pacho zo interessant. En daar is veel te weinig studie naar gedaan. Dat begint trouwens nu langzamerhand te komen. Nu het bijna uitsterft, gaan mensen het redden. Maar ik denk dat daar de kern is van al die grapjes in wonderlijke rijmen, waar mijn vader heel goed is. En ik kreeg ook van mijn ouders, en ik was 4 jaar oud, de bundel Pich, Pach, Pengeltje. En daar mag ik graag uit lezen. En ik denk dat dat eigenlijk mijn belangrijkste bron van poëzie is. 1, 2, 3. Oud is niet nieuw. Nieuw is niet oud. Warm is niet koud. Koud is niet warm. Rijk is niet arm. 1, 2, 3. Oud is niet nieuw, arm is niet rijk, zand is geen slijk, een kop is geen staart, een koe is geen paard. 1, 2, 3. Oud is niet nieuw, zuur is niet zoet, een hand is geen voet, een voet is geen hand, een kruik is geen mand, een mand is van riet. Kijk, dat vind ik dus meesterlijk. Het is ook heel duidelijk eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. En dat heeft mij gevormd. Okay. En waarom? Dit is de opmaat van een gedichtje van de Russische schrijver Daniel Sharps. Dat is vertaald door Robert-Jan Henkes. En dat is ook zo'n zogenaamd simpel liedje. En dat zijn de liedjes waar ik vrolijk van word. En tegelijkertijd zit daar voor mij de hele oorlog in. Er ging een man van huis. Er ging een man van huis met een knuppel en een zak. De weg was lang, de weg was recht, zijn ogen stonden strak. Hij liep rechtdoor, hij liep rechtuit, liep zonder om te zien. Hij sliep nog dronk en dronk nog sliep en at niet bovendien. Toen kwam hij 's ochtends bij een bos, een diep donkere wildernis. En sinds die dag weet niemand waar hij is. Als een van jullie hem soms ziet, met anderen of alleen, vertel het ons meteen. Dat vind ik dus een machtig gedicht. Een soort verklikkersgedicht is het natuurlijk. En toen ik dat las, dacht ik, wat heb ik nou? Waarom vind ik dit zo mooi? Ik zat op de MULO, daar heb ik alles geleerd op de MULO. Daarna ben ik ook naar andere scholen gegaan. Daar kon ik gewoon duimen draaien doorheen.
omdat ik alles op de MULO heb geleerd. En ik ben een jongetje van stampen, uit je hoofd leren. En op de MULO moest je ook heel veel Duitse gedichten leren en Franse gedichten. En onder andere Das Knie. Dat is van Christian Morgenstern. En dat gaat over een knie. Maar waarom vond ik dat zo'n machtig gedicht? In Bergen aan Zee kwamen in de jaren 50 de eerste Duitsers met één been op krukken hun oude bunker bezoeken. En ik was lid van het kleuterverzet. Ik stuurde al die... hoe manker ze waren, hoe meer ik ze de verkeerde kant op stuurde. Ja, nou ja, goed. Je moet je ergens mee solidair verklaren. En nou lees ik Das Knie voor, in het Duits natuurlijk. Want ik sprak heel aardig Duits als kind. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen, und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wäre es ein Heiligtum. Seitdem geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Dat is voor mij de oorlog. Dat je alleen maar een knie ziet. Een knie die door de wereld gaat. Dit is geschreven naar de Frans-Duitse oorlog. Door deze Christian Morgenstern in 1878. We hebben het niet vertaald, want het kwam zomaar net bij me op. Ja, dat is ook een beetje improvisatie. Kijk, we willen bovendien, Duits is gewoon een dialect van het Nederlands of andersom. Dus iedereen kan het begrijpen. Nou ja, weet je, dat is ook grappig dat je dan gewoon nu even een lichtere toon erin fietst. Want we waren bezig met de samenstelling van deze avond. En we dachten, ja, we moeten af en toe ook even wat lichtere gedichten erin doen. Over de oorlog en over leed en troost en hoop. Want anders gaan jullie allemaal naar huis en gaan je allemaal rare middelen bestellen via het internet. Dus wij dachten ook van... met poëzie kan je door het verdrietige op zo'n manier te benoemen opeens ook ontzettend veel plezier beleven aan verdrietige dingen. En daarom komt nu een gedicht van Levi Weemoed. Dat is ook de koning der verdrietigheid, maar ook de koning der leedvermaak. En voor hem dit gedicht Lullopertje. Ik was iedere wedstrijd weer de droefste van het veld en liep neerslachtig wat van achteren naar voren. Er was geen grasspriet of ik had hem al geteld en wist bij God niet of we wonnen of verloren. Alleen bij toeval raakte ik in het spel betrokken. Soms kreeg een tegenstander plots de slappe lach. Als hij mijn broek zag, tot de schouders opgetrokken, ik liep ondertussen snikkend naar de cornervlag. Daar gaf ik wanhopig zo een trieste draaibal voor die met een laatste zucht in het struikgewas bleef hangen, dat iedereen weghinkte, zich kermend liet vervangen. Ook van de tegenstander bleek ineens geen spoor. Dan blies de scheidsrechter met zoveel doodsverlangen de wedstrijd af. Alleen mijn tranen speelden door. Ja, nee, dat is leedwerf. Menig persoon die het laatst werd uitgekozen bij de sport zich in kan verplaatsen. Ja, ben je als laatste uitgekozen? Ja, we hadden hem vorige week ook al. Ja? Ja. Maar goed, daar ben ik... Ja. Ter Braak zegt gegeven moment... je kan kiezen het koninkrijk der spieren... of het keizerrijk van de geest. Hmm. Er zat niks anders op. Nee. Op zoek te gaan naar een kroon. Toen ik in de voorbereiding van deze avond... Levi Weemoed voorstelde... dacht jij meteen, dan moeten we hierna meteen... weer een gedicht over terrorisme doen. Ja, nou, een gedicht wat ik... Kijk, dit gedicht kan je heel leuk op school behandelen. En dat vinden mensen leuk. Dan moet je vaak wel wat dingen uitleggen. Struikgewas bijvoorbeeld. Ja. Is struikgewas? Ja. Nou, ja. Wij hadden het een keer. Het is misschien wel leuk. Wij gaven een keer samen les. Of althans, wij waren voor een aantal workshops geboekt op een middelbare school. En we gaven los van elkaar les. Maar Adriaan was 1 uur eerder klaar dan ik. En die kwam bij mij in de klas zitten. En die klas had natuurlijk geen idee wie hij was. Dus ik zei, dit is mijn oud-oom Adriaan. En hij is een beetje simpel. Maar hij is wel heel lief. Mag hij bij jullie achterin zitten? Nou, dat vonden ze wel oké. En op een gegeven moment behandelden wij een gedicht. Ik weet even niet meer welk. En daar kwam het woord cliché in voor. En die kinderen van... ja, Vijf VWO. Wat is een cliché? En ik zo... Toen gaf jij de reddende bal. Doe de voorzet eens. Weet je nog wat je zei? Over die ogen. Ik weet bij God niet meer wat ik heb gezegd. Maar ik heb wel proberen uit te leggen in mijn wanhoop... dat een cliché is iets wat al heel vaak gezegd is.
En dat een beetje een versleten waarheid is geworden. Je zei, Je zei tegen de jongens en de meisjes van luister, als iemand in de discotheek, je zag ze ook echt kijken, discotheek, naar je toe komt en die zegt tegen jou, ik verdrink in je mooie ogen. Dan is het een cliché. En iedereen... maar het is grappig dat je dit zegt over de jongeren van tegenwoordig en woorden. Ik had laatst... ik geef ook les in het schrijven van poëzie. Ook omdat een keer Stichting Lezen heeft een groot onderzoek uitgezet. Daar is uiteindelijk bekende schrijfster en filosoof Amy Koopman ook op gepromoveerd. Dat wanneer je tieners eerst poëzie laat schrijven en ze vervolgens gedichten laat lezen, ze veel welwillender zijn om überhaupt daarna nog ooit een dichtbundel open te willen slaan. En ik liet die kinderen dus voor het eerst gedichten schrijven. En ik zei, jongens, even om alles voor te zijn, jullie kunnen niet bij mij met de smoes aankomen dat schrijven een kwestie is van wachten op inspiratie. Schrijven is gewoon een kwestie van transpiratie. Gewoon van aan de gang gaan. En toen vroeg een van die leerlingen, en dit was ook een VWO-klas, van juf, wat is transpiratie? En toen zei een andere jongen, die zei, duh, transpiratie is elke maand wanneer een meisje... Ik zei, nee. Dus, weet je wel, dat PISA-onderzoek, weet je wel, dat was nog mild, hoor. Zo vul je je uren. Maar ik lees Brandel heel graag klassikaal. Ik zeg, kijk, je kunt in een gedicht een heel boek vertellen. Op één A4'tje. Ja. Maar hoe moeilijk is dat niet? En dan lees ik dit gedicht voor. De terrorist kijken. En het is van Wisława Szymborska. Het is vertaald door Gerard Rasch. De terrorist kijkt. De bom in het café zal om 13:20 ontploffen. Nu is het pas 13:16. Er kunnen nog een paar mensen naar binnen. Een paar naar buiten. De terrorist is de straat al overgestoken. De afstand boet hem voor elk kwaad. En nu ziet hij alles als in de bioscoop. Een vrouw in een geel jek gaat naar binnen. Een man met een donkere bril komt naar buiten. Twee jongens in spijkerbroek staan te praten. 13:17:04. De kleine heeft geluk. Hij stapt op zijn scooter. Maar de grote gaat naar binnen. 13:17:40. Er komt een meisje. Ze heeft een groen lint in haar haar. Maar nu belemmert een bus het uitzicht opeens. 13:18. Het meisje is verdwenen. Of ze zo dom is geweest om naar binnen te gaan of niet, zullen we zien als het uitdragen begint. 13:19. Om de een of andere reden gaat nu niemand naar binnen. Er komt wel een kale, dikke man naar buiten. Maar het lijkt alsof hij iets in zijn zakken zoekt. En 10 seconden voor 13:20 gaat hij voor 2 rottige handschoentjes terug. Het is 13:20. De tijd. Wat gaat die toch langzaam? Nu is het vast zover. Nog niet. Nu dan. De bom ontploft. Goed, hè? Ja, heel goed. Ja. En heel erg eng. Ik moet zeggen, ik kende dit gedicht van Szymborska al en ik heb het de laatste tijd heel vaak als een soort onheilspellend deuntje in mijn hoofd. Ik weet niet of u dat nog wel eens heeft als u op een openbare plek bent. Of dat het opeens heel druk is op een metrostation. Dat je denkt, nou, hier zou je een mooie score kunnen halen als terrorist. Ik heb vannacht ook, het is grappig dat je het zegt, over dit gedicht kennelijk gedroomd. Want ik was ergens waar een grote tas stond. En toen was ik in mijn droom bezig te overwegen of ik die tas nou zou oppakken of niet. En toen werd ik wakker. Maar dat zijn inderdaad de dingen die... in de klas werkt dit wonderschoon. Ja, het is ook een gedeelde angst tegenwoordig. Hè? Althans, we zijn allebei al lang voor de klas. Kinderen begin deze eeuw, ja, die waren vooral heel erg bang voor terrorisme. Dat is nog steeds wel gebleven, maar het is nu ook dat ze bang zijn voor het weer. Ja, nou, het klimaat. Daar hebben we helaas geen gedichten. Jo, jij hebt iets over het weer. Nou, ik heb iets over het weer. Maar dat gaat over de oorlog, als je het mij vraagt. Ja, maar dit is een spoiler, Adriaan. Okay, waarom doe je dat nou? Sorry. Oké.
Het leuke van Szymborska, u kent haar natuurlijk, Poolse dichteres, Nobelprijswinnares voor literatuur. Leefde heel lang onder Sovjetbewind. Zij kan in ogenschijnlijk simpele bewoordingen heel wezenlijk zaken aankaarten. Alleen al gewoon deze opeenstapeling van lukraakheden die ervoor zorgen dat sommige mensen wel en anderen weer niet een slachtoffer worden bij een aanslag. Maar ze kon ook op een wat abstracter niveau heel helder uiteenzetten hoe de menselijke geest en vooral hoe menselijke machtsstructuren werken. En daarvan dit gedicht. En het gedicht heet Voorbeeld en is ook vertaald door Gerard Ruys. Oh nee, door Carol Lesman, pardon. Voorbeeld. Een stormwind heeft vannacht alle bladeren van de boom gerukt. Behalve één enkel blaadje, achtergelaten, om solo te wapperen aan een naakte tak. Met dit voorbeeld demonstreert het geweld dat het, jawel, soms van een geintje houdt. Prachtig. Ja, maar ook dat leedvermaak, hè? Ik bedoel, leedvermaak is altijd in handen van de machtige. Het is ook, leedvermaak is haast een soort wapen tegen geweld. Of nou, een wapen tegen vreedzaamheid, ik weet het eigenlijk niet eens. Want als je aan leedvermaak doet, zorg je ervoor dat je niet aan daadwerkelijk leed doet. Ik zal het vast wel hebben, dat je het iemand wel eens gunt. Maar ik heb er niet zo'n last van, vreemd genoeg. Dat is niet uit schijnheiligheid, hoor. Waarschijnlijk ben ik te veel met mezelf bezig. Ik ga gewoon even door met een ander gewicht. Mag dat, voordat ik ga zwetsen? Maar zwetsen alsjeblieft door. Ja, nee. Ik bedoel, vertel overleg. Kijk, wat ik zo mooi vind, is dat in een gedicht wordt een verhaal verteld. Dit is inderdaad dus het geweld dat van een geintje houdt, maar vooral dat ene blaadje dat blijft plakken aan die boom. Ja. Wat je ook nog een soort hoop kan noemen, hoewel ik niet zo in hoop geloof. Want die is vaak vals en daar word ik zenuwachtig van. Maar ik geloof erg in begrip. Dingen verstaan, zoals ze wel zeggen, verstehen. Nou, er is een gedicht dat ik heel graag ook behandel. Een gedicht kan ook geschiedenis zijn. Je kunt op het ogenblik heeft bijvoorbeeld Typhoon een gedicht over slavernij met een filmpje erbij. Daar loopt hij te sjouwen met een balk over goede smaak valt te twisten. Maar die rap over slavernij die werkt ontzettend goed onder kinderen van 14, 15. En zeker als je op een school bent waar wat kinderen van kleur zitten, daar willen ze van horen. En Antje Krog heeft dat gedaan in de bundel Plundering. Die heeft een gedicht geschreven over Desmond Tutu. Dat was de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Kaapstad. Hij speelde een grote rol bij de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die onder presidentschap van Mandela plaatsvond. En Antje Krog zat daarbij, heeft toen elke dag een radio-uitzending daaraan gewijd. En zij na de dood van Tutu maakte ze een gedicht, omdat Tutu een keertje tijdens allerlei rellen die plaatsvonden tussen verschillende bevolkingsgroepen, en daar vond neklezing plaats. Wat is neklezing? Je gooit een rubberband om iemands nek, gevuld met benzine, en dan steek je die aan. En die ander verklaar je tot verrader. En Tutu heeft eigenhandig zo'n brandende band weggehaald. Wacht even, om iemands nek? Om iemands nek, ja. En ik ga het gedicht lezen in het Afrikaans, omdat het iets krachtigs heeft in het Afrikaans. Het is ook allemaal prachtig vertaald door Robert Dorsman. Toch lees ik het in het Afrikaans. Maar we projecteren het meteen hierachter. Dus voor degene die in groep 5 het hebben laten vallen. Ook de geschiedenis van een land kunt verwoorden. Prijslied voor een vreesloze geweten. Hij wat daar die verschrikkelijke dag met zijn blindelingse vaart van aankomst, homself boor die lichaam van een veroordeelde gegooid, wat tussen ziedende comrades, petrol en vuurhoutjes, met zijn eigen lichaam die lichaam van een vertrapte bedekket, zodat op daar die ogenblik die goeie in die wereld heilig wordt en gloeit ten aanzien van een land vol ontmenselijkheid. Ik geloof niet in heiligmaking niet, maar die aangrijpende aantasting van een ganse land door hier die enkele mens, laat mij geloven, nou is hij dood. Hier die geweten.
Een geweten wat niet bang was om alleen te wezen voor een skarnie. Een geweten wat niet bang was om woedend zoals een leeuwwijfie om te draaien en die verkeerdes in die oor te staren. Een geweten wat niet bang was om alleen zoals een schildveld te staan, terwijl leuns en beledigings onttreft niet. Een geweten wie zijn tong kon spreiden zoals vlerken van een arend. Wat een skare mensen kon optellen en neerzit aan de kant die vlammen. Een geweten wie zijn gebeden die zon kon laten stilstaan in die dal van bevoorrechting en die maan door die velden van townships. Een geweten wat dagelijks gebeden kon weef rondom die dubbel ruggraat van een land. Nou is hij dood, hier die geweten. Eigenhandig had hij aan een diep verdeelde land een taal van onsheid gemunt. Hij wou dat ons woedend wees oer onrecht. Hij wou dat ons instem op die toonaard van omgeer. Hij wou dat ons leef in solidariteit met uitdeel. Hij wou ons saambind in omarmende bondels. Hij wou beschuttings met ons bouw. Hij wou groot en machtige dakken met ons pak. Hij wou ons omskep in installaties van menselijkheid. Nou is hij dood, hier die geweten. Ik prijs die man, wat groot ruimtes over die aarde verspreid het. Zoals hij zijn vel, zijn lichaam, zijn volkomen wezen tot met zijn oudag zelfloos over ons uitgebreid. Hij is ons eigen onheilige heilige, wat ons in die sleurstromen van die goeie probeer houdt. Ons, wat hom gefaal het, eer hom, Desmond Mpilo Tutu. Ons in ons wanhoop treur oor hem, Desmond Mpilo Tutu. Want hij is dood, hier die geweten. Mooi, Adriaan. Ja. Zoals Ankie Krog het hier beschrijft, is het alsof Tutu het enige geweten was. Hij speelde wel een enorme rol. Hij spreekt trouwens ook vloeiend Afrikaans, dat even terzijde. Want hij had een grote moed. En bij die verzoening- en waarheidscommissie, als je die beelden ziet, dat kan je allemaal op YouTube vinden. Er zijn prachtige documentaires over. Dan zie je hem ook voortdurend in huilen, uitbarsten. Echt één zijn met de mensen. Zonder dat het ook maar een greintje van aanstellerij is. Ik denk dat. En hij kon ook met de vijand in gesprek. Hij kwam ook gewoon bij Foster thuis en bij Botha, die groot krokodil, de president van Wit-Zuid-Afrika. Dus hij schuwde het gevaar niet. En dan die daad dat je zo'n brandende fakkel van iemands nek tilt, met gevaar dat je zelf in de fik vliegt. Dat is toch, ja, zeg, ze maakt dat monument in woorden voor hem. Maar hij is toch ook nog op dat lichaam gedoken van die man die in de fik stond om de brand te doven? Nou ja, hij heeft de band afgerukt en daarna de man gedoofd met zijn purperen bisschopsmantel. Is dat ding nog ergens goed voor? Ja. Het ziet er natuurlijk fantastisch uit. Het geloof bij Tutu, dat had heel weinig met het geloof te maken zoals wij dat hier beleiden. Dat was gewoon een praktisch geloof van goed doen. Oké. Okay. Ja. En daar kwam, ik denk dat hij de Bijbel heel weinig uit de kast heeft gehaald. Nou ja, het was wel een ontzettend humane, tolerante man. En mijn geliefde liet me eens filmpjes zien van hem samen met de Dalai Lama. Dat die enorme lol met elkaar konden hebben. En om twee geestelijken van totaal verschillende slag zo met elkaar te zien gijnen. Ik bedoel, ja, daar kom je niet. Daar moet je, dat zie je niet zo vaak tegenwoordig meer in de wereld. Zijn lach was wel zijn handelsmerk. Ik heb de man ook een keer ontmoet. Ik werd er heel zenuwachtig van. Waarom? Omdat hij de hele tijd maar lacht. Oh, ja? Ja, ja. Oh, dat is interessant. Dat is heel persoonlijk, ja. Want je kan niet zo goed tegen mensen die de hele tijd lachen? Of tegen mensen die aardig tegen je doen? Oh, dat helemaal niet. Oké. Okay. Maar daar heb ik ook weinig last van. Oké. Okay. Maar goed, ja, dat zijn allemaal heel ingewikkelde dingen. Daarvoor moet je op de bank liggen en naar het plafond kijken. Nou, je hebt er 7 jaar gelegen. Ja, maar dan wil je niet zeggen dat het opgelost is. Nee. Kijk, nee. Als je in analyse, het schip hoeft maar 1 graad uit de koers en het komt in een andere haven aan. Dus een heleboel mensen durven niet in analyse te gaan, want ze denken dat ze zich moeten veranderen. Je hoeft je helemaal niet te veranderen. Je moet een heel klein beetje veranderen. En jou heeft dat verder geholpen? Mij heeft het enorm geholpen. Ja. Het heeft alle boomstammen uit de rivier gehaald, zodat ik vrij kon stromen. Mm. Daarna ben ik pas echt gaan schrijven. Ik vind het mooi wat je zegt, want weet je, analyse heeft ook iets met poëzie gemeen. Het heeft ook te maken met, kijk,
De werkelijkheid om ons heen is in zekere zin een gedicht. Namelijk hartstikke vaag, hartstikke ambigu. We krijgen van kindsbeen af aan al te leren dat alles een betekenis kan hebben. En vaak afhankelijk van in hoeveel verschillende kringen je bevindt. En dat doe je als kind sowieso bij de buren, op school, misschien naar de kerk. Krijg je andere betekenissen te leren en zo. En ik heb soms het idee dat het ook een kwestie is van kiezen voor een interpretatie die zowel praktisch, realistisch is als goed voor je is. Heb je ooit dat boek De Keuze gelezen van Eva Edith Eger? Nee, kent iemand dat boek toevallig? Enkele mensen? Oké, okay. Voor degene die het niet kennen. Zij was een jonge vrouw, een jonge Hongaarse vrouw. En in de Tweede Wereldoorlog belandde zij in Auschwitz, want Joods. En ze stond met haar moeder in de rij, in de selectierij, waarin dus werd besloten wie meteen naar de gaskamer moest en wie te werk gesteld zou worden. En haar moeder die zei tegen haar, weet je, gewoon voor de vuist weg, van hey, trouwens, je kan zelf altijd nog besluiten waar je je blik op richt. Waar je aan denkt. Daar ben je in zekere zin vrij in. En dit vind ik ook een beetje dat die boot 1 graad veranderen. Een heel klein stukje van focus, waar richt je je op? En ik heb soms het idee dat bij gedichten je ook manieren krijgt te zien waar je ook nog eens op kan letten. Dingen die je ook nog eens mooi kan vinden of waarderen. Als ik bijvoorbeeld denk aan, ik ben heel erg dol op dat gedicht Op de Mei van Herman Gorter. Daar beschrijft hij op een gegeven moment van die hele kleine schelpjes op het strand. Dat hun tint roze is als bij een kindernagel. En die vergelijking zorgt dat ik het er alweer zoveel mooier vind. Het laat de werkelijkheid op met extra laagjes schoonheid. Werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Maar goed, wat niet wegneemt dat er nog steeds heel veel werkelijkheid is die vreselijk is en waar we het ook over moeten hebben. Ja, maar nou, wat jij nu zegt, ik geloof heel erg dat literatuur en een gedicht soms inderdaad een wending kan geven aan je leven. Ja. Mijn grote voorbeeld is altijd een gedicht van Rainer Maria Rilke. Ook dat kunt u niet in vertaling lezen. Dan ga ik een stukje in het Duits vertellen. Dat is Archaischer Torso Apollos. Dat gaat om een torso. Geen hoofd heeft het, geen benen heeft het, maar je ziet toch dat hoofd. Je ziet de ogenappels rijpen in een hoofd dat er niet is. En je ziet in de niet voltooide heupen het zachtjes draaien. He? En dan zegt hij de heupen die ooit bevruchting droegen. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt. En dan zegt onze dichter, die ogen willen hem iets zeggen. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. En dat is wat je moet, de eis die je moet stellen aan kunst. Gooi mijn wereld om, verander mij, al is het maar een dag, een uur. En daarom lees ik zo graag gedichten. Zo. Oké. Okay. En nou naar het cynisme. Nou ja, oorlogscynisme, dat vonden we ook. Ja, we hebben het echt in blokjes ingedeeld. Want ja. We moesten op een gegeven moment ook echt nogmaals voorkomen dat u straks allemaal ook naar het plafond moet staren. Naar aanleiding van wat een leuke avond in de Bali had moeten worden. We vonden het belangrijk ook een beetje oorlogscynisme erin te houden, maar ook een stuk actualiteit. En jij kwam op een gegeven moment aanzetten met een bundel van de Palestijnse dichter Gayat Almadoun. Ja. Geboren in een vluchtelingenkamp in Syrië. Waarom treft zijn poëzie jou zo? Hij komt nu net weer een nieuwe bundel van hem uit. Ik heb je een afgehakte hand beloofd. Ja. Dat zijn proza gedichten. Ik vind het een fantastische dichter. En inderdaad, hij houdt niet van zoetsappigheid. Nee. En ook niet van slachtofferschap. Hij speelt ermee en hij laat de lezer ongemakkelijk voelen. Laat ik eerst maar dat gedicht van hem lezen. Dat heet Wij. Althans, het is een fragment eruit. Dat is een heel lang gedicht. Vertaald door Duke Poppinga. Wij. Wij die zijn rondgestrooid als granaatscherven. Van wie het vlees door de lucht vliegt als regendruppels. Aan iedereen in deze beschaafde wereld bieden wij onze oprechte verontschuldigingen aan. Mannen, vrouwen en kinderen. Omdat we onopzettelijk in hun veilige huizen zijn verschenen zonder toestemming te vragen. Wij bieden onze excuses aan omdat we onze afgerukte lichaamsdelen in hun sneeuwwitte geheugen hebben geprent. Omdat we het beeld van de normale, complete mens in hun ogen hebben geschonden. Omdat we zo schaamteloos waren om plotseling op te duiken in het journaal. Op de internetpagina's en in de kranten, naakt, met alleen ons bloed en onze verkoolde resten.
Aan alle ogen die niet rechtstreeks naar onze wonden durven te kijken, bieden wij onze excuses aan, uit angst dat ze kippenvel zullen krijgen. We zijn excuses verschuldigd aan iedereen die zijn avondmaal niet meer door zijn keel kon krijgen, nadat hij onverwacht was geconfronteerd met onze verse beelden op televisie. We zijn excuses verschuldigd voor het leed dat we hebben toegebracht aan iedereen die ons in deze toestand heeft gezien, zonder opsmuk en zonder dat er een poging was gedaan om onze resten bijeen te vegen en weer aan elkaar te naaien voordat we op hun schermen verschenen. We zijn ook excuses verschuldigd aan de Israëlische soldaten die de moeite hebben genomen in hun vliegtuigen en tanks op knoppen te drukken met de bedoeling ons op te blazen. Wij bieden onze excuses aan voor ons weerzinwekkende uiterlijk nadat ze hun granaten rechtstreeks op onze kwetsbare hoofden hebben afgevuurd. En voor al die uren die ze nu in psychiatrische klinieken moeten doorbrengen om weer mens te worden, zoals ze dat waren voor onze transformatie tot afstotelijke lichaamsdelen die hen achtervolgen wanneer ze proberen te slapen. Wij zijn de dingen die jullie op jullie scherm en in jullie kranten hebben gezien. Als jullie de moeite nemen om de stukjes bij elkaar te leggen als een puzzel, dan zullen jullie een duidelijk beeld van ons krijgen. Zo duidelijk dat je niet in staat zult zijn om nog iets te doen. Vreselijk. Ja. Ja, vreselijk goed, maar vreselijk. Want hij zet hier ook heel scherp het Survivor's Guilt, waar ik althans elke dag last van heb als ik de beelden uit Gaza zie, als je Al Jazeera opzet. Uitheen. Ja, ik kan de beelden bij Nieuwsuur niet anders zien dan aan hem te denken. Mm-hmm. De brutaliteit om ons dat te laten zien, maar dan met alle spot die daarin zit, die opmerking. Mm-hmm. Ik moet denken aan een ander gedicht van ook een Palestijnse dichter, Mourid Barghouti. En die zei iets heel korts hierover. Dit is trouwens een gedicht nog van voor het conflict dat op 7 oktober begon. Stilte heet het. De stilte zei: de waarheid heeft geen welsprekendheid nodig. Na de dood van de ruiter zegt het huiswaarts gaande paard alles zonder iets te zeggen. Tje. Dus je hoort het zowel via een overdaad als beelden. En dit is heel krachtig. Dit is de knie. Ja. Dit is misschien de knie. Een paard zonder ruiter. Ja. Heb jij nog iets hierover? Nou, want ja, het is, omdat ik ja. Dus ook op school kom je de leraar tegen die zegt: ja, wij kunnen niet over Gaza praten en we kunnen niet over Israël praten. Maar dat kan je dus wel met gedichten, vreemd genoeg. Want dan zeg je: kijk, dat is het beeld van deze Palestijnse dichter die in een Syrisch kamp groot is geworden en nu trouwens woont in Zweden. Maar er zijn ook Israëlische dichters, heel veel, die over hetzelfde schrijven. En die ook kritisch kijken naar hun land en hun daden, ook met ironie. En dan lees ik bijvoorbeeld het gedicht van Avner Treinin. Dat is vertaald door Shulamit Bamberger. Dat is geschreven na de Zesdaagse Oorlog. Hoe is de toestand? In antwoord op je vraag hoe de toestand is, citeer ik de woorden die zijn excellentie, de eerste hoge commissaris Herbert Samuel, schreef toen hij het land op de eerste dag van juli 1920 van de Britse bezettingsleger kreeg. Hierbij bevestig ik dat ik 1 Palestina in goede staat ontvangen heb. Hij ondertekende en voegde er met zakelijke voorzichtigheid aan toe: errors and omissions excluded. We hebben een prettige winter gehad. De zomer is aangenaam. De vruchten van het seizoen zijn prachtig mooi. Hoe kan ik je vertellen wat mij de olijfbloesem doet? Een druivenpriëel is mij onverbeterlijk mediterraan een mantel. We zijn weliswaar weer in oorlog, maar onze toestand is goed. Zij tellen duizenden slachtoffers en wij honderden. En van hun huizen hebben we er geen 1 overeind laten staan. Maar als je dit soort, als je ook benadrukt dat de schrijver van gewoon Israëlisch is, Joods. Weet je, mensen lijken ook, daar hebben wij het eerder deze dag ook over gehad. Mensen lijken zo graag in een kamp te willen zitten, zonder enige vorm van subtiliteit voor de ander. Maar ja, misschien dat de poëzie dan laat zien dat beide volken een vorm van gelijk hebben. Ja. En dat is heel lastig voor sommige mensen die alleen maar in zwart-wit denken. Maar ik geloof dat de poëzie meer dan zwart-wit laat zien. Poëzie laat ook nog iets anders zien. Ja, het laat alles zien natuurlijk, maar je moet bruggetjes maken natuurlijk. Ik moest hierbij ook denken aan, wij hebben altijd toch het gevoel hier in ons veilige Nederland, nog wel veilig Nederland,
dat oorlog iets is dat zich elders afspeelt. Daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ik weet niet wie van u ook oorlog in de familie heeft zitten, maar ja, daar hoor je waarschijnlijk op de familiefeesten hele andere sentimenten. En een van die vervelende toestanden die je kan treffen is dat je op een gegeven moment denkt van wanneer wordt het onze beurt? Wanneer zijn wij aan de beurt? Nou ja, ik weet niet wie nog tegenwoordig graag het nieuws bijhoudt. Maar dit gedicht van de Vlaamse dichter Jens Meijen verwoordt heel sterk wat ik daarbij voel telkens wanneer ik het 8-uur-journaal kijk. En het gedicht heet Elders. Het gebeurt zo. Een algoritme laat de avond vallen. Over huizen ongedeerd. Iemand zweeft als de maan boven een ziekenhuis. Ergens in een verstedelijkt dorp. Waar peuters tot laat in de wachtzaal spelen. Ze zijn gezond. Ze hebben vroeg geïnvesteerd in bitcoin. Het gebeurt dat elders een tuin onder water staat. De vissen kruipen de huizen in. Ziek van grachten, salpeter, oud hout. Handenvol organen, geoogst van de vissen, liggen te zingen op de drempels. Verderop liggen binnensmonds de kinderen verspreid in kleine bedden. Het wuiven van bomen als wiegjes. Het ruisen van wind door prikkeldraad. Het gebeurt pas wanneer je niet meer de adem van een ander naast je hebt. Maar in plaats daarvan een vlammende raket onder het laken. De pluimstaart speels, een jong vosje. En onder het kussen een kogel waar ooit een losse melktand lag. Zo overvalt je de gedachte. Nog steeds is alles ongedeerd. Nog steeds zijn hier de straten stil en oeverloos. Nog steeds geen gehuil van bedden die slapers missen. Nog steeds hier de kinderen ongedeerd. De huid glad, de ogen droog. Het gebeurt boven het bed. Boven de vloer van half vergane planken. Ergens in de lucht, daar schuilt een dorst die geen getijden kent. Elders in de lucht, het vliegen van vonken die nooit zullen landen. Het wuiven van bomen als wiegjes. Het ruisen van wind door prikkeldraad. Ja. Ja. Het wordt een hele sippe avond zo, Adriaan. Nee. Er komt straks weer vrolijkheid. Oké, wanneer dan? Nog even iets akeligs. Oké, en dan iets leuks? Ja. Oké. Waarom nog even dit gedicht dan? Omdat ik dit gedicht... dat elke keer als ik lees, ik ga het nu niet doen... dan daar moet ik huilen. Dat is een gedicht van Anne Vechter. Voormalig dichter des Vaderlands. Ja, ja. Ondertussen in Nederland. En zij maakt de oorlog tot een aardrijkskundige les in ons eigen land. In het hele land zouden brandhaarden zijn. Wie ze aanwakkerde, wordt niet gezegd. Niemand gelooft in toeval. Boven Overijssel hangen gaswolken. Ademen is stikken. Protocol zegt dat de inwoners van Zwolle ramen en deuren gesloten moeten houden. Welke deuren? Welke ramen? Welke inwoners? De mensen willen naar de Waddeneilanden. Daar zou lucht zijn. 1,5 miljoen mensen rennen in dichte drommen. Mensen vertrappen elkaar om de veerboten vandaag nog te bereiken. Maar de wegen bestaan niet meer. Het zijn brede scheuren, greppels vol brokken steen. De eilanden zijn onbereikbaar. De veerboten varen niet uit. Alle netwerken zijn uitgevallen. Staat er nog een ziekenhuis overeind? Er is een run geweest op de banken. Wie met grof geld zwaait, kan vervoer naar het westen krijgen. Naar de kustplaatsen. Alles en iedereen is in beweging. De Veluwe staat in brand. Uit alle provincies zouden mensen naar de kusten trekken. Er zullen nog steeds mensen met hun spullen. Het schijnt dat de Zeeuwse eilanden geïsoleerd zijn geraakt... Delen van dijken zijn weggeslagen. De eilanden drijven in westelijke richting. Niemand kan de krachten beheersen. Er is een onbekende troepenmacht door de oostgrens gebroken. Het schijnt dat de regels veranderd zijn. Maar van welk spel, in godsnaam? Waar is de overheid? Er zouden tientallen boten klaar liggen om Nederlanders naar de overkant te brengen. We zijn met duizenden. Onze boten bezwijken bijna onder het gewicht van de mensen... Er glijden lichamen over de randen van de boten. Er keren boten terug met levenden en doden. Waar is de overkant? Er is geen overkant. We drijven verder. We spoelen over de hele wereld aan. Niemand zit op vluchtelingen te wachten. Gelukzoekers, zo worden we genoemd.
oh, wat zou ik dit gedicht graag aan meneer Wilders willen voorlezen. Ja, ja. Nou, met een strekje daarom even per expresspost naar de Tweede Kamer. Ja. In het kader van nazorg komt nu het laatste vrolijke blokje. Kijk, want weet u, poëzie heeft al een naam dat het altijd bittere ernst is. En dat komt natuurlijk ook deels omdat we poëzie bij een aantal zeer verdrietige levensgebeurtenissen gebruiken. Hè? Bij uitvaarten, op overlijdensadvertenties, bij bruiloften en geboortekaartjes. Maar poëzie kan ook je heel vrolijk maken. En ik wou u toch attenderen op iets heel erg moois. Misschien kent u Ted van Lieshout wel. Ik vind dat een heerlijke dichter. En hij heeft net een bundel uit genaamd Om Maume. Fun fact, hoe de bundel weer de wereldgeschiedenis raakt. Hij heeft die bundel in China laten drukken. Maar vanwege de versperringen in het, nou ja, door de Houthis en alles in de Rode Zee. Heeft het, of bij het Rode Zeekanaal, zeg ik dat goed? Het Suezkanaal? De Rode Zee. Rode Zee. Ja, daarvoor, ja. Heeft de container met zijn geprinte bundels een hele omweg moeten maken, waardoor zijn boek veel later uitkwam. Maar het is uitgekomen. En dit is niet per se een verdrietvrij vers, maar het is wel echt een geweldig gedicht. En dat wou ik graag met u delen. Uit de nieuwe bundel van Ted van Lieshout. Het heet Vriendinnen. Ik kam de haren van mijn vriendin. Zij legt die van mij een vlecht. Ik vind het fijn als ze aan me frimmelt en ik raak haar graag aan. We lijken wel lesbisch, zei ik op een keer, om te lachen. Mijn vriendin zei, ik zou het liefst lesbisch zijn, maar ik wil niet leven in een leven waarin ik nooit jongens van dichtbij heb meegemaakt. Ik heb dat ook, zei ik vrolijk. Ik wist niet dat wij hetzelfde denken. Ik las dat als je lesbisch bent, je het met dildo's kunt doen. Ja, maar daarom wil ik niet lesbisch zijn, zei mijn vriendin, want ik wil meegemaakt hebben hoe een echte piemel in je voelt. Van een jongen, vroeg ik, of van een man, zei ze. Ik heb al zoveel gezegd. Zeg jij onderhand maar iets. Ik wil een piemel meemaken, zei ik, en dan zien of het die vent te doen is om zijn piemel of om mij. Maar hoe kom je daar ooit achter? Vroeg mijn beste vriendin. Door met een jongen naar bed te gaan, denk ik, zei ik. Maar ik vind het eigenlijk vies, zei mijn vriendin. Ja, ik ook, zei ik. Maar als je verliefd bent, is het misschien niet zo erg. En als je een kind wil, dan moet het sowieso één keer. Ik vind het raar dat God dat zo precies heeft zitten uitdenken. Hij had ook gewoon kunnen denken aan beste vriendinnen die samen op hun kamer zitten en zo kinderen geboren laten worden. En toen moesten we ineens huilen, maar wisten we niet waarom. Zou je dit gedicht nou klassikaal kunnen behandelen? Ik denk dat ik meteen gecanceld word. Dit gedicht zou je op bepaalde scholen wel klassikaal kunnen behandelen. Maar het is trouwens wel zo, dat is ook grappig. Op bepaalde scholen krijg je toch van tevoren het verzoek dat het niet al te veel over seks of woke moet gaan. En ik laat me daar niet door tegenhouden, maar het is wel zo dat je daar toch een beetje van schrikt. Ik bedoel, er was een tijd dat een onderwijsinstelling, ja, er toch voor stond dat je kinderen met alles kennis liet maken. En dan was het aan kinderen, we vertrouwen kinderen ook niet meer, hè, dat ze zelf al konden besluiten wat ze van iets vonden. Ja, ik was heel conservatief als kind. Oh? Ja, ik was er tegen dat vrouwen broeken droegen. Ik was gewoon bang. Je was bang en voor vrouwen. Ik beweerde zeker nog op mijn 15 in een gesprek met Hans Mesman, de zoon van de opticien en de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum, dat mijn moeder maar 4 keer met een man naar bed was geweest. Want ze had 3 dochters en ik. Zo. Maar ik wil maar zeggen hoe kuis een kind kan zijn. En wanneer ontdekte je dan? Toen ik op mijn 16e voor het eerst naar de hoeren ging. Oh ja, dat kan. Ja, ja. Want ik was zo bang dat ik, oh jee. Wat vertel ik nou? Ja, het wordt opgenomen. Het is live, hè? Ik vertelde namelijk aan een jongen op school dat ik bang was voor meisjes. En die nam mij mee. Maar het wonderlijke was dat het een hele aardige mevrouw was. Dat moet ik echt zeggen. Had ze door of wist ze dat je nog maagd was? Ja, dat vertelde ik ook. En ik zei dat ik toneelspeler wou worden. Zullen we dan eens gaan toneelspelen, zei ze. ik begrijp niet waarom ik dit er nou uitflap. Want het wordt heel slecht begrepen vandaag de dag. Nou, nee, een sekswerker is het gewoon. Dus dat is gewoon een eervol beroep.
sekswerker. Maar was je daarna niet meer bang voor vrouwen? Heeft het gewerkt? Nee, dat is een hele lang verhaal. Oké. Dat gaan we niet behandelen. Dat is voor september, Veronica. Ja. Dan komen we terug. Maar kijk, ik zou bijvoorbeeld ook wel eens een gedicht klassikaal willen behandelen. Want nou, we het toch over seks hebben. Gerard Reven die heeft een prachtig gedicht geschreven. Wat ook lastig te behandelen is op scholen. En waarom ik dat zo gedicht zo bijzonder vind. Ik had die brieven gelezen. Ik zat toch op school. En daar had hij het in over het café Het Mandje op de Zeedijk. En dat werd bestierd door Bet van Beren met twee E's. Bet van Beren was een stevige dame, motorfiets en leren jekker. En aardig voor de buurt. Als het warm was, dan liep ze de ijskoman. Dan gaf ze alle straatschoffies een ijsko. Heb je haar gekend? Ik ben nadat ik dat las naar dat café gegaan. Want daar moest ik heen als scholier. Wat er toen gebeurde, dat laat ik aan uw fantasie over. Je hebt net verteld dat je naar de hoerig bent. Ja, nee, je moet alles één keer gedaan hebben. Okay. En zelfs twee keer. Daar gaat het even niet om. Ik wil een poëzie hier behandelen. Toen ging Bet van Beren dood in de zomer van 1967. En dat stond in alle kranten. Dat was opgebaard in het biljart. Ben ik ook heen gegaan. En heb om dat biljart gelopen. Die Bet van Beren, dat was een geweldige vrouw. En Reven heeft het over haar in een nieuw paaslied. Zonder gedronken te hebben, prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad, denkend aan de uiteindelijke dingen, zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist, en volgde hem terwijl ik dacht, ik zal je voor je reet geven. Of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Toen hij de bijenkorf inging en ik, duizelig van geilheid, tegen mensen opbotsend, zijn spoor bijster raakte, nochtans werd ik niet moede u te loven. Want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken. Gij die het wezen gemaakt hebt dat van achter een kut en van voren een staart heeft. Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken. Maar toch wilde ik u schreiend eren en in tranen voor u knielen. O meester, slaaf en broeder, geslachte en verrezen God. Al neuriend en in het geheim profiterend vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik Bet van Beren aan een wit tafeltje tegenover haar café gezeten, pogend met mes en vork een makreel te openen om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk, wat is de natuur, wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt? Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel naar een of andere avondmis, maar er was er geen. Ja. Oh, wanneer leest Martin Bosma dat nou eens? Ja? In de kamer. Dat ga je natuurlijk niet op het Gomarus Lyceum voordragen. Het is een prachtig gedicht. Ja, duizelig van geilheid. Er komt een dag dat je het weer kan behandelen. Het is een pendule. Nu zijn we even heel erg voorzichtig en kuis. Jonge mensen willen Wolkers niet meer lezen, maar over 20 jaar stel ik me zo voor als ik mijn rollator over de drempel van een school in Meppel wip. Ga ik dit behandelen? Dan ben ik 97, dat moet kunnen, want ik heb geen pensioen. Nee. Ja. We hebben nog 2 gedichten, klopt dat? Nee, we hebben nog een heleboel. Een heleboel. Ik kijk even Veronica aan. We gaan niet afbreken, omdat er nog... Kom op. Ja, maar kunnen jullie het nog aan, jongens? Ja. Want ik kan me voorstellen, want anders komen jullie nooit meer naar de balie. Ja. Ja. Oké. Okay. Weet je... Soms kan poëzie ook van iets verdrietigs iets ontzettend prachtigs maken. En er is een Engelse dichteres. En Anna Woodford, die heeft een gedicht geschreven. Dat heet Go, Mom, als in ga ervoor. En ik vind dat zo'n briljant gedicht. Het is nog niet. Ja, het is in een bloemlezing van ongepubliceerde gedichten gekomen. Wat ook weer een ding is. En ik vind het zo'n sterk vers. Ik ga het gewoon lekker aan jullie voorlezen. Er zit een soort van levenskracht in. Ik vertel. Go, mam. En toen aan het einde van je leven, van ons gezamenlijk leven, kraakten de muren van het ziekenhuis, stortte het dak in, er ontstonden deuren in het plafond, in de matrassen, in de karretjes, overal was er een uitgang. Je was aan het ontkomen.
zus belde en ik rende alsof ik in een gedicht zat. En ja, ik wist dat het lichaam dat daar op haar zij lag, dat me vanaf mijn ooghoek bespiedde het jouwe was. Zelfs toen ik er langs rende. Zelfs toen de portier me gebaarde om terug te komen. Ik wist het zoals jij het wist, toen ik door de deur heen brak als door een muur. Jouw superheld. De afdeling was een rozentuin. Een doos in een theater. Een winkelcentrum. We beleefden overal onze avonturen. Koppen bijeen. We stuiterden op het bed. Je kwam hoger en hoger. Je vloog, mam. Verdomd grote dood stond aan elk raam. Frikte ze open zodat je makkelijk naar buiten kon komen. In je ziekenhuishemd. Met je mantel vol verfrommelde appels. De papa-appel. De manager-appel. De dokter John-appel. De Anna-appel. Opgewreven en balancerend op de top. En voordat er nog maar één iemand op je af kon rennen. Met nog een behandelplan. Nog een scan. Antistonningsmiddelen. Verliet je je lichaam. Dat met open mond zijn doodsreutels sloeg. En wat kon ik anders dan je aanmoedigen? Go, mam. Ga ervoor. Moira, ga. Tja, wacht eens. Tja. Op een of andere manier zijn we allemaal, of het willen of niet, hebben we wel een kras opgelopen. En we zijn elke keer een beetje anders. Ik vergelijk ook de persoonlijkheid vaak met een stukje glas. Het is maar net hoe de zon erop valt, het is maar net hoe je het verschuift. Elke keer laat je een ander aspect van jezelf zien. Je bent anders in aanwezigheid van mensen in een bejaardenhuis dan op een kleuterschool. Tenminste, dat neem ik aan, dat is ook wel zo handig. En dit gedicht van Elburg laat dat mooi zien. Jan Elburg? Jan G. Elburg zelfs, okay. Een vijftiger. Dit verdriet is echt, zoals een valse edelsteen echt glas kan zijn. Ik besef het wel. Ik eet en leef. En er zijn erger dingen, ook voor mij, maar toch. Ik zie de vogels, toch. Ik hoor ze niet. Ik hoor de vogels, toch. Zij zijn verborgen. Ik ben niet heel. Ik ben een halve zoen, een halve streling. Ik ben niet heel. Ja, dat is ook iets wat mij ongelooflijk ontroert, maar vraag me niet waarom. Is het erg om niet heel te zijn? Is het beter om niet heel te zijn? Ik ben niet heel. Maar ik probeer me heel te maken door me te omringen met schoonheid. Maar ik denk dat niemand hier in de zaal heel is. Nee, dat denk ik ook niet. Niks persoonlijk. Wie het wel zegt, hoor, moet ze onmiddellijk laten opnemen. Nee. Nou ja, de mensen die ik ken die het hardste roepen dat ze heel zijn, daar is echt heel veel mee aan de hand. Maar tegelijkertijd, je zegt net dat poëzie een soort genezing kan brengen natuurlijk. Ik denk soms ook dat we niet moeten streven naar heelheid. Hè? En dat bedoel ik het niet eens in zo'n vaag Japanse vorm dat je je barsten moet opvullen met goud. Maar nee, ik vind wel dat je er de hele tijd een lapje over moet halen en dat alles schoon moet zijn. Ja, maar dat zorgt ervoor dat het niet gaat zweren. Maar dat is iets anders dan dat je ermee gaat lopen pronken. Misschien kent u dat soort mensen ook die gewoon heel trots zijn op hun leed. Die er dan bijvoorbeeld bundels en boeken over schrijven of zoiets. Het hoeft niet heel te zijn. Nee. Helend, ja. Ja, het kan helend zijn, ja. Maar wat is de heel in helend? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Goed. We gaan over naar het tweede laatste gedicht. Ja, het blok slot. Ja, het slotblok. En dit is een beetje een gedicht qua thematiek. Het heeft mij ooit heel erg getroost. En ik zal zo meteen uitleggen waarom. Maar ik zal alvast een beetje een context geven. Want u verwacht misschien dat het nu weer een gedicht is over gebroken zijn. Of over oorlog. Het gaat indirect over oorlog. Misschien heeft u het wel eens meegemaakt dat u verliefd was. En dat tegen alle verwachtingen in de liefde niet wederzijds bleek. Of misschien ben ik de enige die het heeft meegemaakt. En toen mij dat ooit de enige keer overkwam, ontdekte ik dit gedicht. En we hadden het aan het begin van deze avond over troost. Alleen al het feit dat ik het gevoel had dat iemand mijn gevoel
ook had ervaren, het op papier had gezet, zorgde ervoor dat ik me minder eenzaam voelde in dat gevoel, waardoor je met een wat rechtere rug weer de dag in kon lopen. Het gedicht is geschreven door de Engelse dichteres Sophie Cabot Black en het heet En toen. Je ging door met je verhaal, alsof iemand nog luisterde. Je stond op en wandelde heen en weer. Je hield even stil bij de tuinmuur om te zien wat er zou gebeuren. En de geliefden gingen zo op in de nacht dat ze vergaten wie hen daar bracht. Ze gingen door tot het licht eindelijk aankwam. Onverzoenlijk en dit keer zonder jou. Zo begon het. De vele stemmen die samenkwamen, de taal die je dacht te hebben uitgevonden, loste op in een ruis die niet meer te vatten was. Het niet opmerken van de boom waarin de vogels onbevreesd raakten, waar je jezelf in liet afdwalen, de zon in je ogen, het stof, en jij, die niet langer meer wist waarheen te gaan, hoe ver je al was gekomen. Soms bij een tegenslag lijkt het alsof overal de nullijn weer is gehaald. En soms vergeet je dat je toch een stuk verder bent dan een kleine vernietiging op zijn tijd zal suggereren. Je hoort wel eens mensen zeggen, zeker de afgelopen jaren, dat we weer terug aan het gaan zijn naar de tijd van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Grote groepen mensen staan tegenover elkaar, sentimenten spelen hoog op. Mensen lijken oogkleppen op te hebben als het gaat om tonen van empathie of barmhartigheid naar anderen toe. En jij wees mij op een heel mooi gedicht van een Duitse pastoor. Kan je er iets over vertellen? Nou, ik verbaas me er zo over dat we zo weinig protesteren. We protesteren wel, proberen op te komen voor het klimaat. Maar ik vind het echt heel vreemd dat er niet tienduizenden jonge mensen de straat omgaat met het bord Wij willen wonen. Dat doen ze wel, hoor. Dus, ja, er zijn grote woonprotesten. Ja, maar ik vind... Maar we leggen het land niet plat. Nee. Ja. Nou ja, en het gaat over... En ik las een gedicht van die Martin Niemöller. Dat was een persoonlijke gevangene van Hitler. Ze kenden elkaar als predikant, theoloog. Geboren in 1892. Uitgesproken anticommunistisch en daardoor aanvankelijk Hitler steunend. Maar toen Hitler de macht greep en Duitsland een dictatuur veranderde, keerde hij zich van hem af en heeft toen een verzetsgroep opgericht. Hij werd in 1937 gearresteerd of kwam in ieder geval in verzet. En belandde in Sachsenhausen en Dachau. Werd uiteindelijk bevrijd. En hij schreef dit gedicht. Ik lees het in het Duits voor, want zoals gezegd, het is net Nederlands. Als die nazi's die communisten holten, heb ik geschwiegen. Ik war ja kein communist. Als sie die sociaaldemocraten einsperrten, heb ik geschwiegen. Ik war ja kein sociaaldemocraat. Als sie die gewerkschaften holten, heb ik niet protestiert. Ik war ja kein gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Tja. Dus protesteren nu het nog kan? Zoiets, ja. Ik heb plotseling enorm behoefte om de straat op te gaan. En dat met een mislukte heup. Maar dat is een andere zaak. We zouden één gedicht samen doen. Ja, dat is meteen ons advies aan jullie voor de rest van de avond en het hele weekend. Omdat ik, kijk, je hebt poëzie, je hebt rijm, maar je hebt ook het poëm-proze, het proza-gedicht. Daar ben ik een grote verliefhebber van. En er is één gedicht van Baudelaire, dat heet Bedrinkje. Het is ook om u naar de bar te sturen, maar het gaat over meer dan over alcohol. Dat gaan we proberen samen te lezen, ja? Bedrinkje. Je moet altijd in een roes zijn. Zullen we beginnen? Je moet altijd in een roes zijn. Daar draait alles om. Dat is het enige wat telt. Om de verschrikkelijke last van de tijd die je rug breekt en je naar de aarde buigt niet te voelen, moet je zonder ophouden bedrinken. Maar waaraan? Aan wijn, aan poëzie of aan deugd, wat je maar wilt. Maar je moet in een roes zijn. En als je toch wakker zou worden op de trappen van een paleis, in het groene gras van een greppel of in de droefgeestige eenzaamheid van je kamer, omdat de roes al afgenomen of zelfs verdwenen is, vraag dan aan de wind, aan de golven, aan de sterren, aan de vogels, aan de klokken. Vraag aan alles wat vlucht, aan alles wat zucht, aan alles wat beweegt, aan alles wat zingt, aan alles wat spreekt. Vraag hoe
laat het is. En de wind, de golven, de sterren, de vogels, de klokken zullen je antwoorden. Het is tijd voor je roes. Om te ontkomen aan de slavernij van de martelende tijd moet je onophoudelijk bedrinken. Aan wijn, aan poëzie of aan deugd. Wat je maar wilt. Dank u wel. En ja, belofte maakt schuld. Leven er nog vragen onder Leven er nog vragen? Heeft iemand nog een vraag of een opmerking? Ik kan me voorstellen dat iedereen zich wil bedrinken. Nou, het was een aardige nudge. Ah. Heeft iemand een vraag of een antwoord? Wat heerlijk. Oh, ja. Zei jij, Adriaan, over dat gedichte verwarring... Ja. Zoals die verwarring zou oproepen. En ik dacht toen van nou, eigenlijk ga ik gedichten lezen als ik in verwarring verkeer. Dus, ja, maar dan kan dus verwarring tegen verwarring. Het is een wiskundesom. Ja, dus ik dacht ja, eigenlijk door mijn verwarring krijg ik weer een soort helderheid door die gedichten. Dus ik dacht, hey, dat is bijna... tegenovergesteld, maar ik weet niet eens of dat zo... Nee, maar dat kan. Ja. Kijk, ik ben erg voor... Ja, het klinkt een beetje raar. Voor twijfel is een groot goed. En dat je dingen niet helemaal weet. Maar dat je, als je met vragen zit, poëzie leest... en plotseling toch even iets van een vaag begrip krijgt. En daar zitten al die gedichten vol met de enkele regels die je bijblijven. Waardoor je iets vrolijker door de stad loopt... En dat je niet zit te simmen en zit te zeuren vooral. En even uit die verwarring. Ja. Het is natuurlijk een hele rare avond. Ik waardeer het buitengewoon dat je zo in grote getale bent gekomen. Maar het enige wat ik eigenlijk hoop is dat je gewoon... Is het morgen zaterdag? Ja. Naar de boekhandel gaat en dus even daar achterin in dat hoekje poëzie... één of twee bundeltjes opneemt. En met een gedicht naar huis gaat. En bovendien heb je het zo uit. Dan heb je ook nog iets gedaan. Ja. Oh, welke? En toen ik tamelijk ongelukkig was, heb ik dat opgeschreven. En dat is van Rutger Kopland. Ja. Wat is geluk? Kent u het uit uw hoofd? Ik heb het in mijn agenda. Heeft u uw agenda bij u? Ja. Nou, pak hem even bij dan. Hoppakee. Ik snap het in het begin helemaal niet. Nee. Ik verbeeld me nu dat ik het beter snap. Ja, lees maar voor. Maar ik versta het. Ja. Wat is geluk? Omdat het geluk een herinnering is, bestaat het geluk omdat tevens het omgekeerde het geval is. Ik bedoel dit. Omdat het geluk ons herinnert aan het geluk, achtervolgt het ons. En daarom ontvluchten wij het. En omgekeerd. Ik bedoel dit. Dat wij het geluk zoeken omdat het zich verbergt in onze herinnering. En omgekeerd. Ik bedoel dit. Het geluk moet ergens en ooit zijn... omdat wij dit ons herinneren en dit ons herinnert. Prachtig. Mm, mooi. Dank u wel. Dank u wel. Dit laatste gedicht zal ik er nog even aan toevoegen. Want hoewel het natuurlijk niet zo mooi is als voorgedragen door Ellen en Adriaan... Is er wel een lijst met alle gedichten die we vanavond hebben geluisterd op de website. Dus als u nog iets wil nalezen, dan kan dat daar. En dan wil ik verder deze mensen heel graag bedanken voor de prachtige avond. En het laatste advies graag opvolgen met de hele zaal. Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid. Adriaan moet morgen er om echt 5:00 in de ochtend uit. Nee. Nou, iets later. Maar jij moet wel meteen naar huis, nietwaar? Ja, ik drink nog wel één glaasje. Oh, oké. Dank u wel. Ja.